Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Ik ben Hidde en vandaag ga ik een aantal vragen behandelen die wij voor jullie binnen hebben gekregen. Namelijk wat je het beste kan doen als je hoofdpijn hebt en of migraine. Maar eerst voordat ik verder ga wil ik jullie allemaal vragen om je even te abonneren op ons kanaal. Om wekelijks op de hoogte te blijven van de handigste tips. Maar eerst dit. Gaan we dus kijken wat je allemaal het beste kunt doen tegen hoofdpijn en migraine. Een vraag die wij heel vaak binnen hebben gekregen. Maar ik wil eerst iets dieper ingaan op het feit, wat veroorzaakt hoofdpijn nou precies? Dat heeft heel vaak te maken met temperatuurverschillen. Wisselende weersomstandigheden, honger en of dorst, uitdroging, noem maar op. En daar gaan we vandaag een aantal tips behandelen die jou het beste kunnen helpen als je hier last van hebt. Dan gaan we eerst naar tip 1. De eerste tip is eigenlijk heel makkelijk en dat zeg ik altijd tegen iedereen die last heeft van hoofdpijn of misselijkheid of whatever. Drink genoeg water. Het is heel belangrijk om gewoon dagelijks 1,5 tot 2 liter water te drinken. Op het moment dat je vaak last hebt van hoofdpijn en je houdt je hier aan, dan zal de kans heel groot zijn dat je gewoon van hoofdpijn af bent. Tip 2. Het is natuurlijk heel belangrijk om genoeg vitamine C binnen te krijgen en een hele rijkzame bron daarvan is citroen. In combinatie met water is natuurlijk een uitstekende oplossing als je snel wil afvallen. Het bevordert namelijk je spijsvertering. Maar in citroen zitten ook elektrolyten. Voor degenen die het niet weten, googelt even, dan kan je het opzoeken wat het precies is. Maar het is extreem effectief bij hoofdpijn. Het beste is dus om een verse biologische citroen te pakken en die gewoon te vermengen met wat water. Het proeft misschien wat zuur, maar het zal je zeker weten afhelpen van hoofdpijn. Tip 3. Als je hoofdpijn hebt, kan dat ook heel vaak veroorzaakt worden door stress of problemen in je persoonlijke leven. En daarbij kan een koud compres heel goed helpen. Dan hebben we het gewoon over een zak met ijs bijvoorbeeld. Het is de bedoeling dat je dus een theedoek om de zak met ijs legt, die je tegen de achterkant van je nek of de voorkant van je hoofd legt. Laat 5 à 10 minuutjes zitten, hierdoor verkrimpen de bloedvaten en zal de bloedsomloop naar je hoofd zal beter worden. En dat zal dus ook de pijn verlichten. Onthoud wel, laat het ijs niet in direct contact komen met je huid. En houd het 5 tot 10 minuutjes op de pijnlijke plek. En dan zal je er zo vanaf zijn. Tip 4. En dit is ook gelijk de laatste tip. En dat is eigenlijk heel simpel. Dat kan je bij elke drogist kopen. Je kan het ook wel, volgens mij wel in de supermarkt krijgen. En dat is pepermuntolie. En dat heeft een helende werking. Wat je doet, je pakt een aantal druppeltjes. Smeert dat op je slapen, op je kaken en aan de achterkant van je nek. En masseert dat in. Dit verbetert de bloedsomloop, zal je helpen om te ontspannen en zal dus ook gedeeltelijk de hoofdpijn wegnemen. Vond jij deze video nou handig? Vergeet je zeker niet te abonneren op ons kanaal. Geef even een duimpje omhoog en als je wil abonneren, kan het hier rechtsonder. En heb jij nou nog een vraag, iets wat je heel graag wil weten, stel het in de reacties. En dan gaan wij voor je aan de slag en dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video. Dat is handig!